Vandaag het is wat. Nummer 148. Bungee jumpen met Miss Katelijne. Maar nu eerst muziek speciaal voor de koningin. Morgenavond klinkt er weer volop muziek in de Haagse binnenstad tijdens het nieuwe Live I Live Festival. Met tal van podia en heel veel bandjes. Van pop naar rock en terug via soul en nog veel meer. De aftrap op het Locals Only podium geeft de band Moor. Jonge Haagse honden die weten wat rocken is. Dit is wat zoekt ze op in hun muzikale huis. Ze hebben ook een studio in de schuur waar hard wordt geoefend voor het Live I Live Festival. Hey Cas, wat is Moor nou eigenlijk voor een bandje? Voor soort muziek? Meestal het is een beetje poprock muziek. Ja. En ja, wel echt hard. Echt hard ook. Ja. Let me down, I feel good. En Moor opent het festival dus op het Locals Only podium. Toen ik het hoorde, ik was met een paar vrienden na school. En toen belde mijn moeder me op van, hey, jullie spelen op Koninginnennacht of Live I Live. En toen, ja, toen was ik heel blij. Ja. Toen ging ik rondjes rennen. Maar de koningin zelf gaat het festival op zeker missen. Onze Bea moet de volgende dag koekhappen in Limburg en zit dan vrijdagavond vast met krulspelden op de bank. De bandleden van Moor besluiten naar Paleis Noordeinde af te reizen om speciaal voor Beatrix een concertje te geven. Als we naar het optreden gaan, zit je dan ook zo krap? Nee. Meestal wel. Meestal wel. Nee, ja, als we met de auto gaan, zitten we krap. Maar meestal gaat zeg maar de spullen met de auto, dan gaan wij op de fiets. Of zo. Meestal gaat Timo dan ook voorin. En dan ga ik, ja, inderdaad, over het algemeen ga ik dan voorin. Welk nummer gaat het worden voor onze Beatrix? Den Haag. Mooie stad, achter de duinen. Maar onderweg werd toch nog even een eigen nummer bepaald, speciaal voor de koningin. Nog even repeteren en ja hoor, het is wat, ze is er. Nou, dit is de eerste keer dat hier een podium komt. En jammer genoeg kan de koningin er niet bij zijn, dus we gaan een lied voor de spelen. Hier komt ie. Sorry that I couldn't be. En terwijl onze koningin zich voorbereidt op Koninginnedag, heeft ze toch mooi kunnen genieten van Moor. Een van de bands die optreedt tijdens het Live I Live Festival vrijdag 29 april vanaf 7 uur in de Haagse binnenstad. Kijk voor meer info op onze site. Hey, maar ik zorg dat de koningin een cd'tje van jullie krijgt. Moor. Voor dit Chinese restaurant geen chop choy, babi panggang of nummer 148. Restaurant Houting Cuisine heeft vernieuwende gerechten op de kaart staan. En daarom zijn ze ook gekozen tot het beste Chinese restaurant van Nederland. En om te kijken wat voor ingrediënten er nou allemaal in die winnende gerechten gaan, ga ik eerst boodschappen doen met chef-kok Han. Ja, want wat staat er op het menu? Wat hebben we nodig aan... Ik heb in principe uit die kant weer zoeken van de Chinese boomoren. Deze. Wat zijn dat dan? Dit is een soort paddenstoelen. Gedroogde boomoren? Ja, gedroogde boomoren. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nooit okay. Gegoten. Gaan we boomoren. Even naar de groentenhaafdeling. Ja? Ja. Ja, dit is gewoon een Chinese meloen. Dit is Chinese meloen? Ja. En we gebruiken deze heel vaak combineren deze met de vleesgerechten. En want die trekken heel veel vet van de vlees. En verminderen de ingouden van de carine. Oh. Van jouw gerechten. Nou, ja. Doe er dan maar drie, zou ik zeggen, toch? Ja. Ja, het is gewoon vegetarisch eend. Vegetarische eend? Ja, vegetarisch tak. Joe! Het is een soort, wij noemen het zelf, het is Chinese komkommer. Hij smaakt iets naar pittige. Want qua Chinese keuken, als het iets smaak van pittig is, die vermindert de warmte. Het is gewoon verminderd warm. Het is eigenlijk de warmheid of de temperatuur van je lichaam. Ja. Maar hoe smaakt die nou eigenlijk? En wat doet die Chinese komkommer? Het wordt tijd om alle ingrediënten te gaan klaarmaken. We gaan beginnen. De boomoren worden gefrituurd en de komkommer wordt gemarineerd. Dus hier de gember, knoflook,
Charlotte, wil ze maar een tam. Dat moet wel, want rauw is die niet zo lekker. Oh ja. De meloen wordt gegaard in kalfsuur en dan nog wat garnituur erbij. Gebakken in knoflookolie. En een klein beetje knoflookolie in. Knoflookolie is dat. Knoflookolie. Wij hebben het zelf gemaakt. Het is echt wel mooi om te zien, want het zijn allemaal kleine mini kunstwerkjes op zich. De borden worden opgemaakt en dan is dit het uiteindelijke resultaat. Je bent bijna 10 minuten bezig met die borden opmaken. Maar we zijn met 3. Mijn meeste zijn 4 gelijk op. Nou, het ziet er echt bijzonder uit. Ik durf het bijna niet op te eten. Maar ik ga het wel doen. Mm. We sluiten af met traditionele fortune cookies. Nou, pak er 1. Nou, prima. Ga even over kijken. Wat zit er nog niet? Let op dat u vandaag geen compromissen sluit. Nou, en jij? Ah, die wil ik. Er staat fortune cookies zullen u enthousiasme brengen. Vraag je, hoe is uw ideale zoen? Nat. Straks de straatreacties in, zeg het maar. Twaalf mooie vrouwen strijden om de titel Miss Zuid-Holland 2011. Tis Wat stelt alle kandidaten aan u voor. Met vandaag... Ik ben Katelijne van Solt, ik ben 26 jaar en ik kom uit Den Haag. Ik word Miss Zuid-Holland omdat ik weet wat ik wil in het leven, ben ambitieus, heb de hersens en de juiste uitstraling. Hallo, welkom in Den Haag. Hier woon ik. Kom binnen. Nou, zoals jullie zien is dit niet een echt gewoon woonhuis. Ik woon anti-kraak. In dit oude Panacea kantoorgebouw woont Katelijne. Binnen? Zeker niet het doorsnee-mistype. Misschien niet, maar het is juist wel leuk om dat stereotype te doorbreken, denk ik. Oh ja, en er is geen verwarming en dat is in de winter ook heel erg. Nou, hoeveel missen zouden zonder verwarming wonen en nog in een gebouw waar de douche zich helemaal in de kelder bevindt? Dus ik loop elke dag deze trappen, dus zo blijf ik in vorm. Hier douche ik. Hier douche de toekomstige Miss Zuid-Holland. Chique, hè? Ik ben misschien niet helemaal mainstream, maar ik denk dat dat me wel sterk maakt. Waarom ik heb meegedaan aan deze verkiezing is omdat ik naast mijn modellenwerk het heel erg leuk vind dat ik nu echt een stem kan geven naast mijn uiterlijk laten zien. Katelijn is al een jaar of 10 model en daarnaast studeert ze kunstzinnige therapie. Ik ga nu onderzoeken wat kenmerkende beeldelementen zijn in schilderijen van kinderen met ADD. Zij is ook een sportfanaat. Nee, die was heel slecht. Oké, biljart is het niet. Deze miss is meer van de extreme sport. Dus vandaag wordt het springen. Naar de bungee, yay! Ja, ik ben wel rustig. Ik heb er heel veel zin in. Het is mooi weer, dus dat wordt genieten. Dan ga ik deze losmaken, zoals afgesproken. Ja. Dan hang ik hier weg. Oh, je trilt helemaal. Gaat het? En terwijl onze cameraman bijna aan het flauwvallen is van angst, is Katelijne helemaal cool. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Miss Zuid-Holland! Katelijne, je bent onze Miss Bungie en Miss Antikraag Zuid-Holland. Als ik Miss Zuid-Holland word, dan geef ik een heel groot feest. En jullie mogen allemaal komen, want er is genoeg ruimte hier. Morgen gaat het toneelstuk De Kus in première in de Leidse Schouwburg. Hoe is uw ideale zoen? Zeg het maar. Geen idee. Mijn ideale zoen? Nat. Niet te nat. Nee. Gewoon met passie of zo. Er moet chemie zijn tussen twee personen. Lief op de lipjes en de handen bij het gezicht. Intens. Het is een beetje dat je elkaar echt wel innig omhelzen. Ja. Heb je wel eens een slechte ervaring gehad? Natuurlijk, iedereen wel, denk ik. Zo.
jij bijvoorbeeld net iets zoets hebt gehad en iemand heeft knoflook gegeten, nou, dat is niet de meest lekkere combinatie. Wat heb je toen gedaan? Ja, maar gewoon doorgegaan. En daarna nooit meer afgesproken zeker? Nee, dat was het. Ja, als iemand bijvoorbeeld kauwgom of iets anders nog in zijn mond heeft zitten, dat je denkt, was het achteraf toch een man leuk te zijn? Ja. Die zoen een beetje als een pornoster. Daar had ze het blijkbaar van geleerd, dus dan krijg je dat. Dat is niet mijn ding. Wel eens meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Een beetje zo heel snel met de tongetjes heen en weer. Die ken je toch wel, die porno zoenen? Dat ken je wel. Valt er verder nog iets te bespreken over zoenen? Het is zo'n leuk onderwerp, maar je weet er niks over te vertellen. Nou jongens, zoenen dan maar! Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl. Tot slot nog de mop van vandaag. En ik zeg tot morgen! Het is groen en het valt van de bergen. Nee? Een slaapwiener.